Hi iedereen, welkom in weer een nieuwe video. In deze video gaat Larissa outfits voor de komende werkweek voor mij uitzoeken. En dat is een video die we al op ons kanaal hebben staan, maar dan omgekeerd, waarbij ik outfits uit Larissa's kast voor Larissa heb uitgezocht. En nu gaan we hem dus omkeren voor mij, want ik ben ook wel heel erg benieuwd naar de combinaties die zij gaat maken voor mij. En jullie waren er ook heel erg benieuwd naar aan de duimpjes omhoog te zien. Larissa is dus mijn kledingkast ingedoken om een aantal outfits samen te stellen. En omdat haar stijl toch net iets anders is dan die van mij en omdat ze sowieso heel anders kijkt naar mijn kledingkast dan dat ik dat doe, kunnen daar nog wel eens verrassende combinaties uitkomen waar ik misschien zelf niet op ben gekomen. En misschien helpt het dan ook voor mij om met een ander oog naar mijn kledingkast te kijken. Want als ik op dit moment kijk, dan voelt het heel vaak alsof ik niks in mijn kast heb hangen wat ik leuk vind. Vooral nu het najaar is, vind ik mijn kledingkeuzes altijd wat minder interessant. Waardoor ik altijd een beetje struggle, als ik heel eerlijk ben. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd wat Larissa allemaal voor mij heeft uitgekozen. Ik vind het super chill dat ik er nu niet over na hoef te denken. Ze reageerde al super enthousiast toen ik mijn kastdeuren opendeed. En ze zei na afloop ook dat ze helemaal zin had in deze video. Dus ik ben heel erg benieuwd naar wat ze dan allemaal voor combinaties heeft gemaakt. Want ik heb echt geen idee. Nou, Larissa is dus al mijn kast ingedoken. En die beelden laat ik nu aan je zien. Nou jongens, daar sta ik dan bij de kledingkast van Tara. Ik heb er heel veel zin in. Zoals je kan zien, dit is echt ontzettend anders dan mijn kast. Heel veel kleurtjes, heel veel printjes. Dus super leuk. Ik ben heel erg benieuwd wat ik ervan ga maken. En of ik leuke outfits bij elkaar ga samenstellen. En of ze natuurlijk leuk gaat vinden. Dus fingers crossed. Oh ja, wat ik trouwens wel spannend vind, is Tara. Die houdt echt gewoon niet van truien dragen. En het weer de afgelopen tijd en de komende tijd is echt heel erg slecht. Alleen maar regen. Het is koud. Dus daar, sorry. Er moeten sowieso heel wat truien voorbij gaan komen. Want anders ga je kou leien. Slecht weer dus inderdaad. En we hebben een paar events. Dus daar zou ik ook proberen rekening mee te houden. Maar ik heb er zin in. Je hebt zoveel leuke dingetjes. Vandaag is het dus maandag. Ik ga naar de kast toe lopen om te kijken wat ze heeft uitgekozen. En ik ben echt heel erg benieuwd. Nou, daar gaan we. Het linkerzakje is voor de maandag. Daar komt ie. Alright, exciting. Het voelt een beetje alsof het een adventskalender is. Maandag. Hey daar. We beginnen de week nog een beetje veilig en comfy, maar wel met de vrolijke kleuren van deze trui. Woehoe! Het is een cropped model. Dit is helemaal geen cropped model. Wat? Oké, misschien is die bij Larissa krop. Het is een cropped model, dus er kan goed met je ultra hoge zwarte Levi's jeans. Mocht je de deur uitgaan, combineer een paar zwart met witte Vans onder, zodat het wit uit de trui er weer in terugkomt. Nice, nice, nice. Dit is de Ribcage van Levi's, de Ribcage Straight. En dit is echt een van mijn favoriete broeken. Dus ik ga hem aantrekken. Let's go! Nou, super fijn om de week hierin te beginnen. Ik hou van een beetje comfortabelheid. En het kleurtje kan ik ook wel gebruiken, want het is buiten ontzettend grauw. Maar dat maakt me toch wat vrolijker. Ja, en deze broek, dat is echt zo'n topper. Deze combinatie verrast me niet, want ik weet dat Larissa ook echt heel erg dol is op deze trui. Dus ik vind het leuk dat ze deze heeft uitgekozen. Dit is ook zeker wel echt een van mijn minder saaie en minder basic truien die ik in mijn kast heb hangen. En ik heb volgens mij maar 2 of 3 opvallende truien. Dus dat vind ik wel grappig als ze die dan meteen uitkiezen. Nou, goedemorgen. Het is nu dinsdag, oftewel tijd voor outfit nummer 2 die Larissa heeft uitgekozen. Ik ben weer heel erg benieuwd. En ik vind het ook wel echt heel erg lekker dat het klaar staat. Dus we gaan even kijken wat er dit keer in zit. Zo, het is een lang briefje dit keer. Dinsdag. Oké, we gaan, denk ik, iets uit de comfortzone stappen. Wel start je met dit super fijne cropped longsleeve. Deze kleur staat je zo mooi. Voor de verandering heb ik gekozen voor deze donkerblauwe jeans. Ah, de hardware is precies de kleur van de top, dus dat past heel mooi bij elkaar. Mocht de jeans niet passen, of als je het echt niets vindt, kies dan voor een andere blauwe jeans. Maak verder het af met een warme teddycoat en vegan docks of juist lagere schoenen of sneakers. Ik ben benieuwd. Nou, dit is inderdaad, ik weet welke broek ze bedoelt, een combinatie die ik nog niet eerder heb gedragen. Dus dit is de top en dit is de jeans waarvan letterlijk het labeltje er nog aan hangt. Omdat ik inderdaad een beetje twijfel over de maat. Maar hij is echt heel mooi. Nou, ik ga het aantrekken. Ik heb de outfit aangetrokken en ze had gelijk, de hardware past heel erg bij de top. Als je kijkt naar dit knoopje hier en dan de kleur. Dus dat is sowieso echt een hele goede match. Hey, de zon is gaan schijnen.
Love it. En ik zal je de outfit ook nog wat beter laten zien op afstand, zodat je kan zien hoe het matcht. Ik ben echt mega verliefd op de broek vanwege die vormpjes aan de voor- en achterkant. Maar zoals je kunt zien is die wel een klein beetje te groot. Ik kan hem hier dus bijvoorbeeld iets opentrekken. Ondanks dat het een crop top is, is deze wel heel erg warm. Want het materiaal is heel warm. Het is best wel dik en omdat hij dus strak om mijn armen zit. Het is niet mega uit de comfortzone, zoals Larissa misschien zou denken. Wel een beetje, omdat ik dus ook niet heel erg een super fan ben van longsleeves. Deze vind ik wel echt heel erg leuk, maar het voelt heel vaak benauwend of zo. Omdat het al zo strak onder de oksel en armen zit. En vaak krijg ik het echt bloedheet door longsleeves. Ik weet niet wat het is. Maar ja, ik vind het wel een hele goede keuze geweest. Het enige waar ik bang voor ben met deze broek is dat hij op een gegeven moment gaat uitlopen. En dat hij echt veel te groot wordt. Maar misschien kan ik dat wel vermaken. Want het is toch wel echt heel mooi, hè? Ik ga nu naar Larissa toe. En Larissa zei, draag er een teddycoat bij. En ik kijk nu in de spiegel. En ja, deze outfit is wel echt fire, zeg maar. Dit is dan de complete look met de jas erbij. Dus het is super lekker warm alsnog. De docks, de broek. Het is zo vet, hè? En dan dat topje. Eigenlijk is het ook wel heel grappig dat dit nu een ruitje vormt. Want de top is eigenlijk interessant en deze. Ik heb deze combo nog nooit gedragen. En dan die jas erbij is best wel ja, lekker stoer, sexy, vrouwelijk. Alles door elkaar heen. Dit past wel bij me. Ik vind dit echt een hele leuke. Misschien kan ik Larissa ook nog wel even vragen. Ik weet niet waarom ik dit deed. Larissa ook nog wel vragen of ze me straks buiten even filmt bijvoorbeeld. Maar ik denk dat jullie het nu ook wel goed kunnen zien. Dus yes. Een hele goede morgen. Ik kom net uit de douche. Oké, dit was gespeeld. Maar ik kom wel letterlijk net uit de douche. Dus ik heb even geen make-up op en ook even niet mijn haar gedaan zoals de andere dagen. Maar dat maakt niet uit, dat doe ik gewoon straks. Het is weer woensdag, dus het betekent dat het tijd is voor outfit nummer 3. En we hebben vandaag een event, dus ik ben heel erg benieuwd wat Larissa heeft uitgekozen. Waarschijnlijk heeft ze er wel rekening mee gehouden. Dus ik ga jullie heel eventjes neerzetten. Woensdag. Vandaag hebben we een event. Dus deze outfit is iets meer dressy. Wel helemaal zwart. Dus ik hoop dat je dat fijn vindt. Trui of alleen een stukje in de rok steken. Ik denk dat je een panty aan moet. Kies dan voor sheer zwart. Maar niet te donker. Verder hieronder je limited edition docks. Of een ander paar docks. Kus Larissa, PS. Draag de beret. Zo cute. PS. Zouden de witte docks ook cool zijn? Try it. Mocht de rok niet passen, dan de ripbroek voor dezelfde vibes. Wat heeft ze gepakt? Welke rok heeft ze gepakt? Dit is mijn cashmere trui. Deze is echt super lekker warm en heel zacht. Dan de baret. Ik vind het wel leuk dat ze een baret heeft uitgekozen. Oh, huh? Had ik dit in mijn kast liggen? Ik dacht dat dit... Oh nee, ja, dat klopt wel. Dit is de corduroy rok. Ik dacht dat ik deze in mijn zomercollectiekast had hangen. Maar omdat het dus corduroy is, hing die nog in de kast. Dus deze is wel heel erg herstig. Ik vind het wel een cute outfitje die ik inderdaad niet snel zelf uit de kast zou pakken. Ik ben heel erg benieuwd. En dan ga ik straks met jullie kijken welke Dr. Martens daar het leukste bij staan. Tada! En Larissa zei dus, draag haar je limited edition boots bij. Dat zijn deze met een puntneus en dan die gespjes en hier dat suède. Of misschien zijn de witte boots ook wel leuk. Ik ga ze allebei even aan doen en kunnen we even kijken wat leuker staat. Dit is hoe het eruit ziet met de witte docks. En dit is hoe het eruit ziet met de limited edition docks. Ik heb de beelden even nagekeken en een beslissing gemaakt. Ik heb gekozen voor de limited edition docks. Deze vond ik toch net wat stoerder staan. Ik vind het leuk met die gespjes en dat het zeg maar een punt heeft. En het past gewoon heel erg bij het geel. Ik ga dan liever gewoon voor all black, wat heel erg stoer is. Terwijl de hele look best wel schattig is. Deze outfit had ik niet verwacht. En ik moet zeggen dat ik hem ook wel echt heel erg cute vind. Daarom is het iets wat ik niet snel uit de kast zou pakken. Maar ja, dit rokje is wel echt super chill. Dus corduroy. Ik draag niet zo heel erg snel rokjes in het najaar. En deze beret draag ik eigenlijk ook veel te weinig. Maar dit is wel echt heel erg geschikt voor dit weer natuurlijk. Want het is lekker warm altijd, zo'n hoedje op en de trui natuurlijk. Dus ja, ik moet zeggen dat ik hem wel echt heel erg leuk vind. Het voelt extra vrouwelijk. Dus ik vind het wel leuk en het is ook inderdaad wel lekker dressy voor het event waar we vandaag heen gaan. Het is vandaag donderdag. We gaan gewoon weer verder met outfit nummer 4. Ik ben super benieuwd wat Larissa nu weer voor me heeft uitgekozen. Want tot nu toe was het steeds wel verrassend. Dus ja, we gaan nu richting het einde van de week. Dus ik heb er nog maar 2. Ik moet zeggen dat ik het nu al jammer vind dat ik zie dat er een einde aankomt.
Oh my god, de zon schijnt, de lucht is blauw, dus het is verbazingwekkend goed weer. Ik weet niet of Larissa er rekening mee heeft gehouden, maar kunnen we altijd even naar kijken natuurlijk. Donderdag. En van de helemaal zwarte look van gisteren heb ik voor vandaag een lichte fit gekozen. Met ja, hier komt ie. Een vest. Ik weet dat je geen grote fan bent van vesten per se, maar ik wilde hem toch eventjes proberen. Een stoere look door de ripped jeans en het fale shirt en lekker warm door het warme vest. Extra plus, het lange vest houdt de jeans langer schoon. Combineer het met docks of vans. Nou, dan weet ik al meteen welke broek het is. Deze heb ik van Serena overgenomen laatst. Dan heb ik hier inderdaad dit shirt. Nou, deze kennen jullie waarschijnlijk wel. Deze heb ik van mijn vader gekregen. Die hebben we op Bali gekocht. Aha. Zo, deze heb ik echt al heel lang, hè. Ik heb in mijn vest... Nee, ik heb in mijn kast volgens mij maar 3 vesten, waarvan dit er eentje is. Ik zou heel graag een nieuw vest willen hebben, omdat ik gewoon heel veel tops heb. En dat is veel makkelijker met je zomergarderobe meenemen naar je najaarsgarderobe. Dat zei ik volgens mij helemaal verkeerd. Nou, jullie snappen wat ik bedoel. We gaan even kijken hoe dit staat bij elkaar, want dit heb ik nog nooit gedragen zo. Oké, let's go. Nu ik de outfit aan heb, bedenk ik me ineens dat ik deze combinatie al wel vaker heb gedragen. De witte broek met het wijde shirt. Dus ja, in principe vind ik het sowieso een geslaagde look, omdat ik hem dus al ken. Maar ik moet zeggen dat ik dit wel leuk vind. Want ik denk dat als ik zelf een vest erbij had gekozen, dan was ik gegaan voor een zwarte. En niet zo snel voor deze grijze. Maar qua kleurenpalet kan dit eigenlijk juist wel heel erg goed. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Een hele goede morgen. Het is vandaag Friday of Friday, zoals iedereen tegenwoordig, of eigenlijk ikzelf ook, zegt. Ik heb super veel zin in het weekend en ik heb ook heel veel zin om mijn laatste outfit te bekijken die Larissa heeft uitgekozen. We hebben net gesport, dus ik ga straks nog wel even douchen en dat soort dingen. Maar voordat ik de douche inspring, wil ik toch even weten wat voor outfit mij te wachten staat zo. Dus ik ga hem meteen even pakken. Vrijdag, bijna weekend is. Ik sluit af met je pleather pantalon die ik zo leuk vind. Combineer erop deze fijne neutrale trui waar je in weg kunt kruipen. Leuk ook deze texturen samen. Hieronder weer wat docks of juist een chunky sneaker. Happy weekend, XOXO, Laris. Het is vandaag heel winderig buiten. Niet per se koud, maar wel heel winderig. Dus ik hoopte al een beetje op een cozy outfit. Ik ga even kijken. Ja, dit is een nep leren broek van de H&M. En dit is echt mijn favoriet. En cozy sweater. Ja, lekker. Oké, hier heb ik heel veel zin in. Ik kom zo terug als ik de outfit aan heb. Oké, ik heb de outfit aangetrokken en deze combinatie heb ik al wel eens eerder op deze manier gedragen. Dus ik ben het er helemaal mee eens dat het heel erg leuk is om die verschillende texturen bij elkaar te combineren. Dat nep neer en dan die trui. Qua schoenen heb ik er nog nooit docks onder gedragen en ook nog nooit een chunky sneaker. Dus ik moet nu heel even bepalen welke van de twee dan leuker is. Dit is de outfit met een sneaker en dit met Dr. Martens. En ik neig een beetje naar Dr. Martens, dus dat ik die net iets toffer vind staan. En je ziet ook nog een klein beetje een randje huid, dus dat vind ik wel een hele goede combinatie. Dan ga ik de outfit nu nog iets duidelijker laten zien. Dit is dus het totaalplaatje met de Dr. Martens erbij. Ik vind het heel erg leuk dat het neutrale kleuren zijn en dat leren broekje geeft altijd net wat extra's. Dus dit is echt een hele fijne outfit die ik eigenlijk vooral in de winter droeg, maar die kan ook zeker wel in de herfst. Zo, en de week is weer voorbij. Ik moet zeggen, ik vond het echt super chill dat er elke dag een outfit klaar stond. Ja, hè? En ik was bijna aan het struggelen met mijn outfit van vandaag. Maar ik heb wel wat inspiratie opgedaan. Ik heb namelijk nu een jurkje aan met een panty en docks. Want een van mijn bevindingen was toch wel dat je best wel wat meer vrouwelijkere outfits voor me had uitgezocht. Had ik dat? Vond ik. Het rokje en degene met de crop top. Mm-hmm. En wat ik zelf vaak tegen Larissa zeg is, ik voel me soms een beetje mannelijk, een beetje wijd gekleed. Altijd maar hetzelfde. Maar ja, wat ik dus zeg maar als ontdekking had, is dat dat niet per se ligt aan mijn kledingkast en de kleding die erin zit, maar aan mijn eigen creativiteit. Ja, ja, ja. Ik dacht, dit is mijn theorie. Ik voel me altijd super oncomfortabel in het najaar. Dus dan ga ik kiezen voor comfort. En dan ga ik altijd voor gewoon een wijde broek en een wijde trui. Mm-hmm. Ja, en dan wordt het heel simpel inderdaad. Ja. Het simpel is niet erg, absoluut niet. Maar als je eigenlijk al een beetje iets hebt van, ik vind het een stomme tijd, dan ga je denk ik alles een beetje stom vinden. Ja, en omdat je dus elke dag echt wat anders had. Dus dan weer een wijde broek, dan weer een strakke broek, dan weer een hokje. Ja, dus dat is eigenlijk wel dat ik nu dacht, ik moet eigenlijk, ik weet niet of jij dat ook had,
voor de rest van mijn week, of elke keer per week, outfits gewoon alvast uitzoeken. Ja, dat was echt ideaal, want dat was precies hetzelfde gevoel wat ik ook had toen jij ze voor mij had klaargelegd. Maar jongens, jullie hadden me ook moeten zien, toen ik net de outfits klaar had gelegd voor Tara, wilde ik eigenlijk meteen beginnen met de video, omdat ik super excited was over de outfits die ik had samengesteld voor jou. Ja, ik was eigenlijk gewoon heel erg trots op mezelf. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie favoriete outfits van Tara van de afgelopen week. Laat het eventjes weten in het polletje die we gaan aanmaken. Is dat maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag? Ja, of laat het ook even in de reacties achter. Geef de video natuurlijk een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En druk ook even op dat belletje als je dat nog niet had gedaan. Zodat je altijd een melding krijgt dat we een nieuwe video online hebben gezet. Yes. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En tot in de volgende video. Doei! Doei.